Ja, 4-1 terecht, een mooie uitslag. We hebben afgelopen week bij elkaar gezeten wat we beter moesten doen. Misschien tegen Schalwijde en tegen Oranje Zwart. Dat hebben we vandaag heel goed opgepakt. En terecht 4-1 uitslag als gevolg. Ja. Nou, in de media was al duidelijk vermeld dat jullie zouden herpakken. En dat is gebeurd. Welke rol heb jij daarin gehad? Ja, gelukkig, ik heb woord gehouden. Iedereen heeft zijn rol daarin gepakt. Iedereen heeft zijn eigen taak net wat scherper uitgevoerd dan het de afgelopen week gebeurde. En als we niet geconcentreerd en niet 100% focus hebben tegen iedere tegenstander, moeilijk zonder Schalwijde tekort te doen. Maar vandaag deden we dat uitstekend en we hebben het verdiend gewonnen. Ja. Nou, je ziet ook duidelijk voor jou een verandering in je rol, een grotere regierol achterin. Is dat iets waar je heel comfortabel in voelt? Ja, zeker. Ik voel me heel fijn achterin. Veel verantwoordelijkheden, maar zoals ik gezegd net, iedereen pakt zijn eigen taken en verantwoordelijkheden die hij heeft samen pakken in het veld. En dat gaat nu al heel veel weken goed, dus we hebben de opwaartse lijn nu weer te pakken en gaan deze doorzetten. Ja. Het was een prachtige wedstrijd, mooie doelpunten, mooie acties ook. Vooral de ene laatste doelpunt waar de actie langs de linkerlijn naar voren kwam. Hoe ervaar jij dat? Of hoe zie je dat terug in de wedstrijd? Ja, we hebben de wedstrijd veel onder controle gehad en gewacht op de uitbraken die voor ons waren. Onze kansen afgewacht en uiteindelijk de tweede helft naar ons toe getrokken. De eerste helft vergeten we onszelf te belonen. Gaan we met 1-1 ruststand naar binnen. En de tweede helft een tandje erbij en resultaat. Super, gefeliciteerd. Dankjewel.